is Arie Verhaag en ik ben voorzitter van het seniorenkoor De Vrolijke Samenzang. Ik ben tevens ook voortrekker van de werkgroep Senioren, daar zit muziek in. Wij denken dat we een dusdanig programma voor u kunnen brengen, waarbij u zich na afloop van deze vraag de vraag zult gaan stellen: senioren, zit daar wel muziek in, ja of nee? Dus we hopen in ieder geval door een leuk gevarieerd programma aan te geven dat het wel degelijk wel zo is. En dan zou ik nu graag het woord even willen geven aan de heer Kover Miltenburg, voorzitter van de KBO. En hij zal deze middag officieel voor u gaan openen. Goedemiddag. Ik denk dat het seniorenorkest ons al een klein beetje laat proeven wat wij vanmiddag kunnen verwachten. Ik had het voordeel dat ik het boekje al eerder door kon lezen. En ik wil toch de organisatie een compliment maken. Want er staat voor op het blaadje het koor, de Motormonica Club en het orkest. Maar hoeveel artiesten zij hebben ingehuurd om hier invulling aan te geven. En ik kijk daar, hoe heet dat, volle verlangen naar uit om dingen die ik dacht, waarvan ik dacht dat ze al lang over waren, in een hele prettige middag. Dank u wel. Yeah.
van Tom, onze begeleider. Lekker flesje. Maar dan wil ik nu toch graag even het woord geven aan Wim van Rijn. Want als wij vanmiddag gans onder Weimar waren geweest, hadden we toch een andere middag gehad. En dat doet niks af aan de prestaties van de mannen, maar toch. Ja, en dan begon Ad te vragen van senioren, daar zit muziek in. Ik zal voor een volgende keer de tekst aanpassen. Senioren en of daar muziek in zit. Ik denk dat het geslaagd was, ook aan uw reacties te horen. Dank aan iedereen. Enerzijds de organisatie, maar die vinden dat ook leuk om te doen. Van de andere kant, dank aan alle artiesten die opgetreden hebben. Die hebben er toch hard voor gewerkt. Ze hebben ervoor gerepeteerd. Ze moesten zich toch voorbereiden vandaag. Hartelijk dank aan iedereen die hier zijn, maar ook degenen die ergens anders zijn. En wat mij betreft, we doen het nog een keer. Ja. Ja.